Ik bedenk me eigenlijk dat ik helemaal niet zoveel piratenstrips in mijn collectie heb. Eigenlijk alle piratenstrips die ik heb, ja, die zie je nu in beeld. Natuurlijk de Campbells, José Luis Munuera, die mag niet ontbreken. De Havik heb ik één album van. Dit zijn de enige Roodbaard albums die ik heb. En deze ken ik nog vanuit mijn jeugd. En deze heb ik later erbij gekocht. Ja, Brammetje Bram natuurlijk, ook een piratenstrip. En je verwacht het misschien niet helemaal, maar de Zeearend is ook een piratenstrip. Ja, waarom ga ik dan een album als Raven bespreken als ik zo weinig met piraten heb? Wat zou de reden daarvan toch kunnen zijn? Natuurlijk niet alleen maar de mooie plaatjes. Ik was ook wel benieuwd naar het verhaal. Ik had de aankondiging gezien van het boek en ik had toch wel zoiets van, weet je, ik kan wel weer de zoveelste vliegtuigstrip bespreken of de zoveelste western of de zoveelste gagstrip. Dat is allemaal een keer voorbij gekomen en die zullen ook echt nog wel weer eens voorbij gaan komen. Maar ik dacht, laat ik mijn comfortzone eens uitstappen met Raven, het eerste deel Nemesis van Mathieu Lofray. Dit is mijn eerste kennismaking met hem en ik moet zeggen, ja, als ik die platen zie, dan heb ik zoiets van, wauw, die kennismaking die begint al meteen goed. Ik heb even gekeken naar zijn achtergrond, want daar was ik wel nieuwsgierig naar, om een beetje te weten van, nou, hè, en hoe lang maakt hij al strips en wat heeft hij nog meer gedaan? Nou, sinds 95 is hij bezig als stripmaker. Hij heeft nog een andere piratenstrip op zijn naam staan, namelijk Long John Silver. Maar het bijzondere aan dit is eventjes dat hij hier niet alleen het tekenwerk voor zijn rekening neemt, maar ook het scenario. En ja, dat is dan toch weer even anders. En ja, als ik dan naar dat scenario kijk, ik heb natuurlijk al wat van die mooie plaatjes laten zien. En geloof me, er gaan nog wel wat meer mooie platen komen. Want dat is voor mij toch wel de reden waarom ik dit boek zo geweldig vind. Gewoon die platen zijn zo mooi. Het verhaal is vrij cliché. Ja, ik bedenk mij een beetje van ja, eigenlijk is dat een beetje inherent aan piraat zijn. Ik bedoel, kijk naar de Pirates of the Caribbean films. Dat is toch ook een en al cliché. Het is leuk om te zien en leuk om te lezen, maar hè, even wat hier dan op de achterkant staat. Even een leuk detail, het speelt zich af in 1666. De Caribische Zee, goh. Je snapt wat ik bedoel, hè? Raven is een dappere, hoffelijke piraat, doet je dat ergens even aan denken? Die in staat is tot grootse verwezenlijkingen en nog grotere blunders. Ja, nogmaals, toen ik het aan het lezen was, moest ik gewoon echt aan Jack Sparrow denken, aan Pirates of the Caribbean. Gewoon de hele manier van doen en laten van die Raven, die is ook een beetje een tikkeltje arrogant. En ja, weet zich ook nog wel eens in de nesten te werken, waarbij hij gelukkig vrienden heeft die hem uit die nesten halen. En dat is me goed ook, want anders dan was dit een heel kort album geweest. Zijn ontmoeting met de genadeloze piraat Lady Darksea zorgt dan ook voor vuurwerk. Onstuimige rivaliteit, achterbakse allianties en verraad zijn de hoofdingrediënten van de genadeloze strijd die tussen hen losbarst. Ja, en waar draait alles om? Ook dat zal niet moeilijk te raden zijn. Een schat. Ja, een schatkaart. En ja, wie is het eerste bij de schat? En uiteindelijk het punt toch eventjes van, kunnen ze het apart doen of hebben ze elkaar toch eigenlijk nodig? Ja, ik zeg al, misschien is dat een klein beetje een spoiler, maar ja, het verhaal is gewoon een klein beetje cliché. Dat gezegd hebbende, vond ik het wel een heel tof boek om te lezen. Ik kan dat eigenlijk allemaal wel overheen kijken als ik geniet van die waanzinnige mooie platen. En dan denk ik even hieraan. Dit vind ik gewoon zo ontzettend gaaf. Dat schip. Ja, ik zie hem. Wauw, dat is gewoon mooi. En trouwens ook eventjes meteen het schip al. Wat weet je, qua tekenwerk is het gewoon absoluut genieten. En wat ik ook mooi vind, dat zijn dit soort dingen. Daar zit zoveel in. En er zitten meer van dit soort pagina's in. En dan heb ik nog zoiets van, ja jongens. Dit is echt absoluut genieten. Maar eigenlijk ook meteen het begin een beetje. Het begint al meteen heel spectaculair. Natuurlijk datgene wat piraten doen. Een schip veroveren. En dat gaat natuurlijk lekker spectaculair.
heerlijk gewoon, dit is zo genieten van dat soort platen. Ja, dan heb ik echt zoiets van, jongens. Ja, ik kan er niks aan doen, maar daar word ik echt enthousiast van. Dat. En dat is voor mij wel de reden waarom deze strip gewoon zo gaaf is. Ja, weet je, ik kan wel door blijven gaan en dat hele boek laten zien. Maar ik moet me een beetje inhouden. Maar ik denk dat je wel snapt waarom ik zo enthousiast ben over dit boek. Dat ligt niet helemaal aan het verhaal, maar dat ligt absoluut aan de tekeningen. Die zijn gewoon fantastisch. En gelukkig vind ik het verhaal leuk genoeg om te lezen. Zeker op het einde, dan heb ik toch wel zoiets van, oké, er zitten wat interessante ontwikkelingen in. Ik ben zeker wel benieuwd hoe het verder gaat. Dus de kans is vrij groot dat ik het volgende deel van deze reeks ook wil gaan lezen. Omdat ik toch wel benieuwd ben hoe het af gaat lopen. En daarmee is het verhaal toch echt niet zo slecht als ik misschien een beetje doe voorkomen. Hoor. Het is echt een heerlijke strip. Ik kan hem zeker aanraden. Zelfs al ben je geen liefhebber van piratenstrips. Want dat ben ik ook niet en ik heb ervan genoten. Dus nou, hij ligt bij de stripwinkel. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.